Dag Louis en Marcel, ik ben Hervé Jamard, federaal minister van Begroting, maar ook van de Nationale Loterij. Er bestaat nog een zeer groot staatsschuld hier in België. Dus kunnen jullie mij helpen om geld te vinden? Hoeveel geld heeft België nodig? 370. Of misschien 230 tienen. Maar ik heb toch een kleine diamant en dan kunnen wij zo van al die diamantjes zoeken aan België geven. Misschien zijn de piraten al dood en de ridders ook. Dan kunnen wij gewoon de schat pakken en dan hebben wij al het geld. Of gewoon met een klein bootje naar Ridders en Castilla varen of naar de piraten van boot varen. Of onder water. We kunnen toch met een magneet. En dan zo, dan hangt dat eraan en dan zo. Dan trekken we zo die schat naar ons. Maar dan gaat de deur open van de schatkist in. En dan vliegen alle zinkjes naar boven. Maar dat is tegen, hè? Dan is dat nog dicht, hè? Ah ja. Dan kunnen we die aan de koning geven van ons land. We kunnen tegen de koning zeggen als hij nog aan het slapen is. Verrassing! En dan kunnen we al het goud gooien. Ja, maar dan moeten we nog wel de sleutel hebben voor krik, krik, krik. En dan zo. En dan verrassing! Onze oplossing is dat we onze duikpak gaan aandoen en de schatkist pakken met een magneet. En dan gaan we dat aan de koning geven. Goed gedaan!